Hallo, mijn lieve paardenvrienden van het internet. Ik ben terug. Ik dacht, weet je, het is een klein updateje. Ik kan dit wel aan om eindelijk een keer mijn gezicht te laten zien op mijn kanaal. Anyway, er is dus een update geweest. En ik dacht, ik ga deze update opnemen. Want er is eigenlijk geen hele flikker gebeurd. Maar dat maakt niet uit, want we hebben de afgelopen tijd heel veel coole dingen gehad die ik niet heb opgenomen, want daar ben ik veel te lui voor. Maar ik denk dat ik voor deze niet te lui ben. En we hebben nog stable care, of moet ik dat? Mijn paard is verzorgd, maar ik vond het wel lekker om een keer gratis verzorgde paarden te hebben. Heb ik deze paard? Oh wacht, ik heb deze paard wel in mijn stal gezet. Ik was heel confused. Oh nee, ik heb geen. Ik heb nog één plekje vrij. Ik had dus bedacht van, oh, ik ga deze paarden allemaal uittrainen, maar het is niet gebeurd. Ik heb wel echt in 4 weken of zo iets van 8 paarden uitgetraind. Meer, I guess. Ik weet het niet. Ik moet nog meer dan 100 paarden uittrainen. 122 of zo. Ik vind dat niet zo leuk. Maar we gaan in ieder geval naar Zuiderhoef, want daar is een nieuwe race. En ja, op zich, dat vind ik wel leuk. Want hoe meer races, hoe meer paarden XP, hoe eerder je paarden uitgetraind hebt. Het is mogelijk om in 2 dagen tijd je paard van level 1 naar level 15 te brengen. Ik ben erachter gekomen en ik had niet eens op 1 dag alle races gedaan. Wel champs overigens. Champs geven 250 paarden in XP. Het is perfect. Mensen zijn overigens niet super goed in champs. Dus vaak kom ik ook nog wel in de top 3. Ook vaak niet, want ik pak er ook niks van, zeg maar. Maar er is een nieuwe race, dus we gaan. Het heeft niks met champs te maken, maar sure. Oh, hij geeft wel echt weinig XP. Dat is best wel teleurstellend, maar maakt niet uit. Ik weet overigens niet hoe het met mijn audio is. Ik heb het een beetje gecheckt. Ik hoop dat mijn microfoon niet al te luid is, want kijk, ik woon nog thuis. Dat is voor mijn leeftijd niet heel fijn, zou ik je zeggen, maar ja, gezien de woningmarkt is het niet echt. Ik heb het goed. Het is alleen af en toe heel veel herrie en een hond die echt dol is op blaffen. En ik die heel vaak hoofdpijn heb, die vindt dat niet zo heel leuk. Maar het is een hond die blaffen. Oh, ik val deze race. Ja, het is eigenlijk gewoon een reguliere race over het strand. My god, wat gebeurt hier? Het water is wel echt yummy geworden. Ik vind dat zo lekker. Het is zo lekker. Oh, 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 oh. Waar moet ik heen? Wat? Oh my god. Hierheen. Oké. Okay. Het is hier wel veranderd. Hebben ze dit allemaal aangepast? Is het allemaal nieuw? Misschien moet ik hier zo meteen kijken als de race weg is. En kijken wat er overblijft. Want ik neem aan, kijk, deze bakken weer. Ja. Deze bakken stonden niet. Dat daar overigens is wel nieuw. Dat is wel leuk. Daar wil ik zo meteen wel eventjes kijken. Ik had dat niet gezien. Dat was vorige week al, maar ik let daar niet op. Ik train. Ik pak overal de trailer. Ik doe zo snel mogelijk. Ik wil gewoon altijd binnen 2,5 uur of zo mijn training af hebben als ik train. En alle races doen in 2,5 uur is best heftig. Het is vrijwel vaak onmogelijk. Maar de vorige keer redde ik het wel. En op zich, als ik alleen train, gaat het wel sneller dan met meerdere. Maar met meerdere is wel overigens gezelliger, want dan hou ik het langer vol. En dit was de race. Ja. Gewoon een reguliere race of zo. Ja, ik kan hem nog een keer doen. Maar oh, ik krijg ook 20 XP voor mijn poppen hier. Oh, dat is wel nice. Ik kom al een beetje in de buurt van level 24. Maar het schiet nog niet echt op of zo. Het is niet tot de wereldgetallen of zo van XP krijgen. Maar het is iets. Met Halloween kregen we echt fucking veel. Oh my god, kijk die kat daar. Oh, die is wel schattig. Oh, die is wel leuk. Dat is die ene kat die altijd op dat beginscherm stond vroeger. Rufus. Ze hebben Rufus terug in de game gedaan. Dat is wel leuk. Hier al hebben ze wat meeuwen. Ik wou eigenlijk een meeuw nadoen, maar dan krijg iedereen echt gewoon. Hier is een magazine met Lisa. Ik hou niet zo van Lisa eigenlijk, maar maakt niet uit. Het is niet echt mijn favoriete character. Zijn er mensen die mij al kennen of nog kennen en die daadwerkelijk weten wie mijn favoriete Star Stable character is? Oh my god, die katjes, die zijn echt super schattig.
Oh, deze is leuk. Deze is mooi. Ze hebben het een beetje gesloopt hier zo. Oké, maar dit is op zich best wel leuk gedaan. Want we hebben best wel gedetailleerd. Die kat die heeft waarschijnlijk dat glas omgegooid. Het is trouwens een piemelpoes, weet je wel. Zo'n piemelpoes die zo'n ding heeft. En dan zo wit. Noem ik altijd een piemelpoes. Dick face. Ikea-krukjes. Ah, simpel. Hier ook allemaal detail dingetjes of zo. Ja, op zich. Het is wel leuk en het is op zich wel realistisch. Alleen, er is één groot irritatiepunt en dat is dit. Wat is dit? Kijk. Het is leuk dat je dit helemaal in een nieuwe stijl doet. En begrijp me niet verkeerd. Ik hou van de oude Star Stable stijl. Echt oprecht. Oude Star Stable stijl. It is. Ik mis het. Ik mis het hoe het was vroeger. Ik vond het vroeger gewoon beter. En op TikTok zie je die films van vroeger. En dan zie ik mijn oude filmpjes en mijn oude foto's. En dan denk ik, oh, het was zo leuk. Alleen, als je dit doet, past dat ook dit aan. Like, het is denk ik een kleine moeite om dan hier die textures ook aan te passen. Maar ik ben geen game designer. Ik ben wel een designer, maar geen game designer. Maar het is vrij logisch om alles een beetje in dezelfde huisstijl te laten, zeg maar. Ik ga kijken of er op het strand nog wat gebeurd is. Want ik zag tijdens die race allemaal dingen staan. Maar ik denk, nee, hier hebben ze niks aangepast. Zelfs niet die vissersteek nou. Hadden ze dat niet beter erin kunnen laten of zo? I don't know. Like, I don't know. Ik ga even kijken wat er trouwens nog meer bij was. Ik weet dat het nieuwe kleding is, maar ik vroeg me af of er meer was. Overigens is er volgende week dus sneeuw. En daar baal ik eigenlijk van, want volgende week ga ik op vakantie. Dus dat kan ik niet opnemen. Ja, ik kan wel opnemen. Waarschijnlijk ga ik het toch niet doen. Ik weet ook niet of dit wel online komt. Het zal best wonderbaarlijk zijn als dit online komt. Of dat ik gewoon een gekke bui heb. Maar even kijken, wat is er nieuw? Bij de dierenopvang, bla bla. Vrije pastelkleuren. Oh, en dat. Dat was het. En het is zeg maar op de paint. En toevallig zit ik op een paint. Daar was ik even bang voor. Dat ik het niet kon openen. Waren deze? Oh nee, deze waren er nog niet. Oké, het is weer echt super duur. Ja. Het is dus wel beschikbaar voor op de paint. Ik zou eventjes een. Oh, ik zou even een random zaal. Een paint. In ieder geval beter zadel erop leggen. Ik doe deze wel even. Is niet mooi. Ze doen overigens wel hun best met die dekjes en alles. Alleen, wat ik. Ja. Ik weet het niet zo goed. Omdat bij de meeste kleding past nog niks. Ze hebben niet echt. Ik kan niet scrollen. Oh, nu wel. Ja. Het past niet echt bij iets of zo. Overigens vond ik deze kleding echt. I love it. Ik heb ook de meeste dingen gewoon gekocht. Ik heb het ook zo aan. Zo die herfstsetjes. Als het wit of zwart of bruin lijkt. Groen. Dat zijn op het moment echt mijn favoriete kleuren. Ja. Ik weet niet. Ik hou ervan. Ik weet eigenlijk niet wat we nog meer moeten doen. Er is ook niks boeiends uitgekomen of zo. Volgens mij was de Black Friday markt nu weg. Of lieten ze dat nu voor langer staan? Of was het echt één week? Ik wil eigenlijk wel even kijken of dit voor één week was. Eigenlijk was het wel één grote scam. Nou ja, meer met de kleding was het echt één grote scam. Want die kleding was gewoon niet goedkoper. En overigens ook nog eens echt super lelijk. Dus ik had er sowieso niet echt wat aan. En zei, weet ik veel, 10 starcoins was of zo, 1000 jurk shillings. En dan had ik dan zoiets van, oh, het is wel grappig om in mijn kledingkast te gooien. Niet dat ik plek heb in mijn kledingkast, maar dat terzijde. En die paarden waren overigens wel leuk, maar ik dacht, ik kan beter mijn starcoins bewaren voor de paarden die komen met het herfstding, of herfstding, winter village ding. Want die zijn super leuk en die zijn ook super duur, want het is IJslander model en dat is Fino en het is leeg hier. Ja, en Pasofino zijn volgens mij 900 of 950. Daar kunnen we heel snel achter komen als we naar Steve's gaan. Even kijken, hoeveel kost een Pasofino?
Jammer dat je dat niet ergens hierin kan tippen van, yo, hoeveel kost een Pasofino? Ik ben leuk, want die kijken. Ja, oké, 950. En IJslander kost ook 950. En, oh, ik dacht dat ze daar dubbele paarden neer hadden gezet. Ik ben overigens wel echt fan van die Pasofino's. En ik wil echt nog steeds nog een Pasofino. En ik wil deze eigenlijk. Maar die ga ik in de app halen, want dan is hij level 10. En deze wil ik eigenlijk ook. Ja, ja. Ik heb 3 grijze heb ik op mijn andere account. Ja. Oké, ik ga even kijken wat... Hebben we hier nog wat leuks? In mijn stal. In plaats van troep. Ik had overigens wel mijn paarden echt hele leuke namen gegeven. Oké, ik ga even kijken of ik ze kan vinden. Het zijn die Belgische beesten. Ja, 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 ja. Daar zijn ze, daar zijn ze, daar zijn ze. Ja, ik weet niet. Ik heb iets met hele rare namen aan mijn paarden gegeven. Maar whatever. Kijk, dit is denk ik wel echt de beste naam die ik heb bedacht. Dat is Hallo. Ik heb mijn paard gewoon Hallo genoemd. Dat is echt geweldig. En ik weet dat heel veel mensen deze voor mij gaan jatten. En dan hebben we Homeless. Die heb ik weer gejat van een andere vriendin. En Turtle Juice. Vraag me niet hoe ik daar nou weer op ben gekomen. Volgens mij was dat gewoon random of zo. Ik weet het niet. Ik wil eigenlijk wel een keer een home stable tour doen. Dat lijkt me wel geinig. Alleen ja, ik moet dit. Dit moet ik overigens echt op gaan ruimen. Want dit is... Mijn truien zitten gewoon vol. Dit, nou ja, dit is nog niet zo vol. Maar ik heb dit. Dit zit gewoon vol. Dan heb ik dit. Het zit door elkaar. Daar kan ik niet zo goed tegen. Alleen het ding is, ik zit met dit. Ik heb dit allemaal opgespaard van Halloween. En hierin gegooid. Kijk, hier krijg ik 40 voor. En hier krijg ik 40 voor. Dus dan heb ik weer wat geld om claim te kopen voor de kerst. Dus ik dacht, dat is wel een slimme zet. Want dat komt allemaal uit die pot vandaan en zo. En dat heb ik met paardenspullen ook gedaan. En daar zit ik overigens ook echt super vol. Het zit gewoon echt zo vol. En dat heb ik dus gewoon hier. Heb ik al die zooi van... Van Halloween heb ik hier. Kijk, die hoefijzers. Die geven superveel. Die heb ik allemaal opgespaard uit de pot vandaan. En dan had je ook dit. Als je dit per stuk verkoopt. Dit moet je trouwens per stuk verkopen. Mocht je dit nog hebben. Als je dit in één keer inlevert, krijg je 95 starcoins. Maar als jij eentje inlevert, krijg je ook 95 Jorvik shillings. Dus dat is wel nice. Dan heb ik deze nog. Deze 300. Dit is volgens mij ook 150 per stuk. Nee, dit is 50 per stuk. Maakt niet heel veel uit. Volgens mij waren die veren wel 10 per, ja. Dus dat is ook alweer heel veel geld. Nou, die hoefijzers zijn super veel waard. Dit is 40 waard, dus dat is niet heel boeiend. En bij voorwerpen heb ik ook nog deze dingen. En dit bij elkaar is ook echt alweer super veel geld waard. En dan ook nog wat lintjes. Ik had de laatste keren al wat verkocht omdat ik per se die nieuwe kleding wou. En dan heb ik overigens ook nog eens alles van mijn kampioenschappen en beste van de dag verzameld. Alleen de lintjes haal ik eruit. Het geld laat ik staan. Het is niet superveel. Ik heb al een hele tijd niet meer echt actief gechampt en alles. Maar ja, ik heb wel een hoop geld. En ik hoop dat ik een hele hoop leuke kleding kan kopen. Want ik zag dat er superveel kwam. En ik weet gewoon dat het weer echt super duur gaat zijn. En dat is niet leuk, want dat doen ze elke keer. Dan denk ik, doe even, doe rustig of zo. Ik hoef niet allemaal geld uit te geven aan dit spel, wat wel gebeurt. Nou nee, dat gebeurt niet. Als ik allemaal geld uit zou geven aan het spel, heb ik heel veel starcoins. Maar echt heel veel. Dan heb ik echt een soort van kinderdroom of zo. Soms zeg het snel, wat dan? Oh nee, het lijkt maar zo. Ik denk dat het liever achterliep. Ik dacht, zo'n meisje op zo'n pony. Kan niet zo snel zijn. Ik ga even kijken in de bonus shop of daar misschien nog iets tussen geglipt is. En daarna denk ik dat het wel een beetje het einde is. Er is niet zoveel te doen. En ja, het is gewoon zo'n update van, yo, even niks of zo. En dat is niet erg, want we hebben de laatste tijd echt super veel updates. Goede updates gehad. Nee, dus niks. Nee, nou ja, dat maakt niet echt uit. Ik vind het niet erg zo. Maar anyway, ik vond het weer een keer leuk om dit te doen. En ik heb gelijk last van mijn keel. Want ja, ik heb niet echt veel tijd voor dit soort dingen. Ofzo. Ja, ik heb wel tijd, maar dan heb ik geen motivatie. Ik werk fulltime, dus ik moet tijd maken.
mijn tijd echt goed indelen voor dingen die ik leuk vind om te doen. Want ik wil video's editen en ik wil Sims spelen en ik wil dit en ik wil dat en ik wil zus en ik wil zo. En ik heb maar een beperkt aantal uur na mijn werk. Want ja, je werkt de hele dag, zeg maar. Dus daarna moet je ook weer op tijd naar bed, want ik moet om 4:15 op. En dat ik thuis ben, is het ook al over 4:30. En dat is echt bizar eigenlijk. Ik weet ook niet wat me bezielt. Maar het werkt het beste. Want op zich ben ik wel vroeg thuis. Dat ik werk tot 4:00. Maar ja, misschien ga ik dit vaak doen. Misschien. Maar misschien ook niet. Want ik ga op vakantie volgende week. Dus toen heb ik een video gemaakt. En dan komt er weer een video. Dus ik ben weer een goede YouTuber. Oh ja, yeah. Oké. Maar jongens. Het was leuk jullie te zien. Of zo. Nou ja, te zien. Op jullie beeldscherm te mogen staan. Oké. Weet je. Houdoe. You. You. Houdoe.